Een hele goede middag en welkom bij de nabeschouwing van de wedstrijd tussen Quick Boys en Excelsior Maassluis. Het werd vanmiddag 3-1. Ik sta hier met trainers Dogan Corneille en Edwin Grunholz. Welkom heren. Dogan, om met jou te beginnen. Het wordt 3-1 met rust 2-0 met 10 man. Ja, ben je uiteindelijk nog tevreden over hoe jullie het zelf doen in de tweede helft? Of? Ja, ik denk het wel. Volgens mij speel je een verloren wedstrijd. Zo'n 2-0 is meteen een breekpunt. Hè. Dus vlak voor rust. Te alle tijden, een klote moment zo vlak voor de rust. En weet je, zolang het 1 goal verschil is, blijf je in de wedstrijd zitten. Maar met een man minder en 2 goals. Dus ik heb in de rust gezegd, jongens, wij moeten woensdag spelen. Zo simpel is het. Ik zeg, ik wil me niet af laten slachten hier. Dus we gaan 5-3-1 spelen. Een redelijk logische keus, denk ik. Gijs Abbas erbij. Je ziet dat Quick Boys meteen even moet zoeken, hè, om daar doorheen te komen. Maar zij hebben een zware wedstrijd afgelopen dinsdag gehad. Met 2-0 in de pocket. Ja, dan krijg je een beetje zo'n tweede helft. En ik heb gezegd, probeer dan te prikken. Kijken of hier en daar nog een kansje krijgt. En eigenlijk vanuit het niks maken we 2-1 natuurlijk. Ja. En dan zit je in één keer even in de wedstrijd. Ga je over naar plan B met die twee lange mensen. Maar dat kwam er niet uit. We hadden geen rust meer om die bal daar te brengen. En uiteindelijk valt dan de 3-1. En dan heb je een verloren wedstrijd gespeeld en uiteindelijk terecht verloren. Ja. Edwin, als je naar de teletext kijkt, denk je nou 3-1 tegen een directe concurrent. Dat is wel prima. Maar ik denk dat jij niet helemaal tevreden kan zijn over de wedstrijd. Ja, ik vind van wel, uiteindelijk wel, weet je, je wil altijd beter. Het blijft, hoe gek het ook klinkt, tegen 10 man niet altijd makkelijk. Dus ik kan die jongens niks verwijten, we hebben echt een heerlijke pot dienst gespeeld. Vandaag was voor mij één ding belangrijk, is winnen. En ik ben helemaal een aanvallende en positieve opbouwende trainer in de zin van voetbal. Natuurlijk, zelfs bij die co riep ik eigenlijk Ricky aan van, ik bracht hem om het voetbal, Ricky varen, om het voetbal toch erin te brengen. Want ja, wij zagen ook de keuze die hij maakte. Ik denk, nou, dan spelen we hem gewoon uit. Ja, hoe lullig het ook klinkt voor het publiek misschien in dit verhaal. Maar wij moeten gewoon winnen en heel blijven. Want we krijgen nog heel veel wedstrijden. Was dat geslaagd, die wissel van Ricky, denk je, in de tweede helft? Wat vind jij? De wissel van Ricky geslaagd? Ja, ik weet niet waar... De invalbeurt voor Borg. Borg misschien niet helemaal fit meer? Nee, Borg was ziek. Okay, dus ja. Die heeft gisteren last gehad en meldde in de rust dat hij niet meer kon. Waren er nog meer? Dus dat was gewoon wissel omdat Borg uitviel met lichamelijke klachten. Dus... Ja, Ricky, het kan altijd beter, maar voor mij deed het wel aardig, toch? Ja. Over de hele wedstrijd gezien, en nu vooruitkijkend ook weer, je verlies van een directe concurrent hier. Vorige keer nog nipt gewonnen van Quick Boys in de blessuretijd. Hoe kijk je verder vooruit naar de komende periode? Nou, ik kijk naar woensdag uit. Ik ben niet zo van een lange termijn. Wedstrijd tot wedstrijd. En vooral even terugkijken, wat hebben we niet goed gedaan? Wat moet er beter? Weet je, wij moeten... kijk, wij staan nu... Ik heb de ranglijst nog niet eens gezien, maar... Ja, wij staan in die middenmoot en we zien dat je als je een keer verliest, dat je ook heel snel keldert, zo dicht staat bij elkaar. Dus wij moeten ook gewoon nog serieus naar beneden kijken, zo simpel is het. Dus wij moeten daar eerst weg uit die zone, maar wij doen dat gewoon lekker op onze eigen manier, weet je. We raken niet in de stress, nu ook, ik heb ze compliment gegeven, want je moet gewoon extra hard werken. Hè. Als je nu 3 of 24 rood krijgt, wordt het een hele lange, zware wedstrijd. Ja. En ik heb ze na de wedstrijd een compliment gegeven. Omdat je toch nog een wedstrijd van probeert te maken. En dat je nog heel even het sportpark hier aan het bibberen krijgt met 2-1. Want je weet het dan nooit. Een verdwaalde bal kan gewoon in één keer vallen. Maar dat mocht niet zo zijn. En dus moeten wij heel snel herstellen. Maandag doen we een hersteltraining. Dat doe ik normaal nooit op maandag. Nu moeten we wel, zeker gezien het spelbeeld en de zwaarte van de wedstrijd. Ja. En dan moeten we naar de Koninklijke. Ook weer op gras. Wij moeten het daar niet van hebben. Eigenlijk nog... De graswedstrijden nog geen punt gepakt. Dus één keer gelijk. Maar weet je, daar ligt onze kracht niet. Ik had het wel graag willen zien met 11 tegen 11. Weet je, dan hoop je dat je juist ook op je fitheid, op basis van dat zij dinsdag gespeeld hebben, dat je dan tegen het einde van de wedstrijd eroverheen kan klappen. Maar ja, dat mocht niet zo zijn. We werden gestraft. Ja, had je het idee dat dan nog meespeelde, de wedstrijd van dinsdag uiteindelijk in de benen? Of vond je dat meevallen? Ja, ik vond iedereen wat matter dan dinsdag, zelfs het publiek, als ik eerlijk ben. Ja, ja. Dus dat kon je sowieso dat niet... Dat is zo moeilijk misschien natuurlijk vergelijken met die wedstrijd. Dat kon je niet evenaren. Dus wat dat betreft, ik weet niet. Ik denk dat het toch wel mee kan spelen. Maar wat ik zeg, ook wij zijn tevreden uiteindelijk met het resultaat. Daar gaat het vandaag om. En wat je zegt, het is allemaal zo dicht bij elkaar. Het is niet vanzelfsprekend dat ze zomaar wedstrijden winnen. Ze winnen gewoon bij Emma uit. Ze hebben wel uitwedstrijden wat minder statistieken. Dat wisten we wel. En dat gas ook wat lastig is voor Excelsior Maassluis. Maar ook gewoon hun starten ook gewoon goed. De 11 tegen 11 had toch echt een heel andere wedstrijd misschien geworden. Dus voor ons is dit gewoon prima. We hebben misschien op halve kracht toch die wedstrijd kunnen winnen. En dat is voor ons belangrijk. Ja.
Want de volgende doordeweekse wedstrijd komt er alweer aan. Is je selectie daar fysiek ook klaar voor, wat jou betreft? We zijn bezig om in ieder geval de jongens vragen van een beetje rust te pakken waar het kan. Kijken een beetje met voeding doen vanuit de club wat deze komende weken. Dus probeer ze zo goed mogelijk voor te bereiden met de medische staf. En dan kijken iedereen binnen boord te houden. Dus. Mooi. Dankjewel en succes de komende periode ook. Dankjewel.